Beste leerlingen, deze week gaan we van start met een nieuw onderdeel en we gaan een prezi maken. Voor zij onder jullie die prezi niet kennen, die is eigenlijk een soort van PowerPoint die je gaat kunnen maken. Wat ga je daarvoor moeten doen? Je gaat niets moeten downloaden. Je gaat gewoon naar de website prezi.com. Die zal ook in het document staan dat jullie van mij hebben gekregen. En dan ga je kunnen zien dat ik al ben aangemeld. Als dat voor jullie nog nooit is gebeurd, als je prezi nog nooit hebt gebruikt, ga je bovenaan rechts klikken op Get Started. Daarna ga je niet moeten kiezen voor een betalende optie. Je kan hier links bovenaan klikken op Basic en zeggen ik zou graag de gratis versie gewoon gebruiken. En dan ga je gewoon even een accountje kunnen aanmaken met je mailadres en een wachtwoord. Zo belangrijk dat je dit goed gaat onthouden dat je dit volgende week ook nog verder kan gebruiken. Ik ga dit even niet doen, want ik heb al een accountje aangemaakt. Maar dit zou normaal gezien geen probleem mogen zijn. Wanneer je een account hebt aangemaakt en je hebt ingelogd, dan ga je normaal gezien op deze pagina terechtkomen. En dan ga je zien dat er bij All Presentations, alle presentaties, dat er al eigenlijk eentje klaar staat. Dit is eentje van Prezi zelf. We gaan die samen ook even bekijken. En dit is een goed voorbeeld van hoe een Prezi er kan uitzien. Dit is een soort van PowerPoint. Je gaat dus dat informatie voorstellen, maar het ziet er allemaal net een beetje leuker uit. Dus wanneer we gaan klikken op de volgende slide, dan ga je zien dat je altijd op bepaalde onderdelen gaat beginnen inzoomen en dat daar ineens veel meer informatie uit tevoorschijn komt. En zo ga je gewoon de hele tijd verder gaan tot wanneer je presentatie klaar is. Jullie daarentegen gaan een presentatie zelf moeten maken en je kan kiezen voor twee zaken. Start from scratch, dat wil zeggen we beginnen met nul. Echt gewoon een volledig witte achtergrond en we gaan de animaties en de figuurtjes zelf nog moeten gaan indienen. Of, en dat gaan we deze week vooral doen, Create from Template. Als je daarop klikt, dan ga je een heel aantal voorbeelden krijgen die je gewoon zelf kan invullen met van alle informatie. Deze week ga je er gewoon zelf eentje mogen kiezen van mij uit alle zaken die hier staan. Ik zou zeggen, kies een niet zo moeilijke. Hier zie je bijvoorbeeld iets met de natuur en maar vier polletjes, vier topics. Maar je mag dus volledig zelf gaan kiezen. Ik ga nu even deze nemen. En dan klik je op onderaan Use this template. Je gaat dat ook een naam moeten geven. Opdracht Informatica bijvoorbeeld. Daarna moet je nog kiezen wie dat deze presentatie mag zien. Maar omdat we de gratis versie gebruiken, kunnen we enkel klikken op Anyone on the web. We gaan daarna verder. En dan zie je dat hier ons voorbeeldje gewoon klaar staat voor ons. Je kan hier een heel aantal zaken gaan aanpassen. Place your logo hier. Je kan daar zelf een afbeelding bij zetten of je kan dit ook gewoon verwijderen. Je kan hier de titel aanpassen, bijvoorbeeld over een presentatie over corona. Deze presentatie die je nu gaat maken, dit is maar een heel kleintje. Mag je zelf even kiezen over welk onderwerp het gaat. Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Je zorgt er wel voor dat jouw naam ergens tevoorschijn komt, dus in mijn geval hier. Voilà. De datum, god, daar kan je eventueel je geboortedatum zetten, dat hoeft niet, je kan dat ook gewoon weglaten. Dus je kan wel een heel aantal zaken gaan bewerken. Aan de rechterkant kan je hier nog een achtergrondkleurtje gaan kiezen als je het niet zo mooi vindt, bijvoorbeeld wat er nu staat, maar dat hoef je ook nog niet te doen. Wat hoef je nu wel te doen? Dat zijn deze vier bolletjes gaan voorzien van tekst. Je kan ook zien dat hier 1, 2, 3 en 4 aan de zijkanten staat. Dat zijn de zaken die je hier vindt. Dus wanneer we gaan klikken op 1, gaan we daarop inzoomen. Dan ga je kunnen zien dat hier al bijvoorbeeld een foto staat. Opnieuw, die kan je laten staan of die kan je ook gewoon gaan verwijderen. Delete. Je ziet hier ook nog twee kleinere bolletjes staan, waar we na deze grote bol naartoe zouden gaan. Opnieuw, deze mag je ook van mij verwijderen, want de kleine bolletjes gaan we nog niet doen. En hier kan je dan bijvoorbeeld nu informatie gaan zetten. Corona in België bijvoorbeeld. En dan ga je hier bijvoorbeeld een foto zetten van een grafiek over de cijfers van corona bijvoorbeeld. Kan je gewoon kopiëren en plakken. Dan gaan we terug hier klikken op vorige en gaan we nu naar de tweede bol opnieuw. Je kan deze verwijderen, deze voorzien van tekst. En zo ga je dat doen voor de vier grote bollen die er zijn. Hoe ga je dit nu naar mij kunnen doorsturen? Want je kan dit niet downloaden. Je gaat bovenaan klikken op Share.
En je gaat zeggen View Link. Daarna zeg je Create New Link. En je gaat hier gewoon even botaniek invullen bijvoorbeeld. En je zegt Create Link. En daarna kan je gewoon deze URL, deze website gaan kopiëren. Je gaat dat plakken in een Word-bestandje. Verder hoef je daar niets in te zetten en je gaat het gewoon opslaan als voornaam.achternaam.prezi. En dat is alles wat je deze week gaat moeten doen. Dus ik ga de opdracht nog heel even kort samenvatten en overlopen. Je gaat gewoon je account aanmaken op Prezi. Je gaat starten vanuit een template. Je kiest een leuk template eruit. Nu kies ik bijvoorbeeld even deze. Je geeft het een naam. Bla bla. Je klikt op Anyone on the Web. En daarna. En het enige dat je daarna gaat moeten doen, voor moeten zorgen, liever, is dat je deze vier bollen in dit geval gaat voorzien van tekst. Nogmaals, welke tekst, dat maakt niet uit. Je kiest even zelf een onderwerp. En je zorgt er ook voor dat hier bijvoorbeeld je naam komt te staan, of de naam van de presentatie en daaronder je naam. Maakt allemaal niet zoveel uit. De kleine bolletjes, nogmaals, die mag je gewoon gaan verwijderen. Ik wens jullie heel veel succes bij deze opdracht en zorg ervoor dat je deze correct indient. Veel succes!